Henry, wat is jou opgevallen? Nou, Johnny de Mol die zat van de week weer bij DDDD met zijn Downies. Oh ja? En dat was ontzettend leuk om te zien. Heel ontzettend schattig altijd. Liefdevol. Oh, schattig. Ja. Zo lief. Zullen we even kijken? Graag, ja. Ja, leuk. Vorige week begon het tweede seizoen van Down met Junior. Een prachtige uitzending. Ja. Ja. Want jij ziet er ook picabello uit, hé. Hey. Ja. Hoedje op, met lampjes erin. Ja. Ja. Laat die lampjes even zien. Kleine demonstratie, Charlotte. Wow. Ja, kijk, dit. Die wil toch iedereen? Ja. Ik wist wel dat ik wil zingen. En dansen. En dansen. Ook. Ja, goed, man. Nou, je hebt de televisiering gewonnen en volkomen terecht. Dit maak je al, ik denk al 10, 11 jaar. Hè? Ja. Een belangrijke, lieve, hartverwarmende programma, man. Leuk. Ja, man. 1.140.000 kijkers, hè. Maar het is zo ontzettend schattig allemaal, hè? Ja, nou, ze zijn zo ontzettend lief. Ja. Ja, ik vind het ook ontzettend lief, maar ik moet wel even erbij zeggen dat je natuurlijk wel alleen maar de hele media-genieke mensen met een beperking ziet hier. En kijk, de mensen die echt de hele dag aan het kwijlen zijn of met een spiegel in bed liggen, die zie je nu niet. En dan denk ik van, hallo, ja, die zijn er ook, hè? Ja, maar als je daar aan begint, dat is natuurlijk een killing voor de kijkcijfers. Dat, dat snap ik ja, ook. Dat is waar. Ja. En bovendien vind ik dat ook iets meer voor Bo, hoor, op een late maandagavond of zo. Of iets voor Tim Hofman. Oh ja. Tim Hofman. Kees Momma. Een tijdje geleden ook, Kees Momma. Dat is ook zo'n schat. Ontzettend schattig. Ja. Wat zei hij nou? Vuile rotmoffen, vieze vuile tyfushond, zwijnhoend, aanslog. Weet je wel, dat soort dingen. Oh ja, dat is zo schattig. Ja. Ja. Of die Jair vind ik ook zo schattig. Ja, onze Jair. Onze Jair. Die politici die gaan ook zo leuk met de mom altijd. Ja, maar dat kan ook niet anders. Natuurlijk doen ze dat. Ja. Ja. Zullen we nog even een klein leuk oud filmpje van hem kijken? Ja, leuk. Ja, leuk. Okay. Hier is het. Oké. Ja, het is mooi dat er niks tussen zit. Hè? Het is of bang, of boef, of blij. Weet je wel? Het is super primair al. Ja. En dat maakt het heel ontwapenend. Ja. Waarvan akte.